Ik ben Marvo Harris en ik ga vertellen over mijn project Inner Journey. Ik vind het heel spannend om hier te staan. Ik sta liever achter de camera, maar ook weer voor, omdat ik toch wel zelfportretten maak. Toen ik werd gevraagd om hier te spreken, dat was eigenlijk ook voor de eerste keer dat ik dacht van ja, eigenlijk wil ik er ook wel over vertellen. En wil ik dit ook wel aangaan, deze angst om hier dan te staan en mijn verhaal te delen. Mijn project Inner Journey gaat over mijn transitie van vrouw naar man, maar ook over de worsteling met mijn eetstoornis. En sinds het moment dat ik ben gevraagd, ervaar ik eigenlijk weer heel veel angst, want dat is wat zoiets als dit of een evenement dan met mij doet. Dan ervaar ik heel veel spanning en angst en druk. En ik dacht op dat moment aan een uitspraak van een therapeut van mij. Dat was de uitspraak, je mag er zijn met alles wat er is. En dat is iets wat ik langzaam ben gaan voelen en daardoor ook meer ben gaan geloven. En ik deelde ook mijn foto's tijdens therapie. En dat was eigenlijk voor mij een manier om mezelf echt te laten zien. En eigenlijk op een manier die heel puur is en oprecht. En dat is ook wat er bij deze foto gebeurde. Dit is een foto die heb ik gemaakt. Daar is die wel een beetje donker, maar... het was op een vakantie in Duitsland, was vorig jaar, aan het begin van mijn transitieproces nog. En ik sta er met mijn moeder op de foto. En in die tijd gebeurde er veel. Ik was heel erg zoekende naar mijn eigen identiteit. En ik maakte in die tijd foto's ook van Paul Post. Paul Post had longkanker en hij kwam via Facebook bij mij terecht. En hij zei eigenlijk tegen mij van ja, ik wil over mijn proces... over die chemotherapie die hij volgde. Daar wilde hij graag foto's bij, want hij schreef daar zelf teksten over. Maar hij miste beeld. Hij miste een boek waar ook echt beeld bij was. En hij zei van, ja, als er één fotograaf is bij wie ik mij kwetsbaar durf op te stellen, dan ben jij dat. En hij zei ook van, ja, als jij nee zegt, dan komt er ook geen boek. Dus ik dacht van, oké, dan... ik stond zo erg achter dat idee en ik vond het zoiets moois. Omdat met fotografie heb ik ook altijd wel mensen met psychische problemen willen helpen. Maar dit was ook iets waar ik achter stond. En waarvan ik dacht van, ja, dit wil ik ook graag. Maar het ging allemaal best wel snel. En het was voor mij nieuw om anderen te fotograferen. Want ik was wel gewend ook om zelfportretten te maken. Maar het ging me te snel en ik kon eigenlijk al die informatie in mijn hoofd niet goed verwerken. En ik ontwikkelde daardoor een vreemde angst. En dat kwam eigenlijk omdat Paul die maakte ook een Facebookpagina aan, waarop hij dan de foto's deelde. Maar ik ontdekte, omdat ik ook heel erg zoekende was nog naar mijn eigen stijl, dat ik soms dingen toch anders wilde. En ik had heel erg de overtuiging van, ja, de foto zoals die op internet te zien is, zo moet die ook exact hetzelfde in het boek komen. Dus ook al was die net iets contrastrijker of iets contrastarmer, ik had gewoon het een of andere regel in mijn hoofd van, het moet exact hetzelfde zijn, terwijl dat misschien wel helemaal niet zo hoeft. Maar ik ontwikkelde daardoor een vreemde angst. Als ik dat nu zo denk van, het slaat nergens op, maar... dat was de overtuiging dat ik of mijn account op Facebook moest verwijderen of zelfmoord moest plegen. Zo erg begon ik vast te zitten in mijn hoofd. En dat was eigenlijk op het moment in Duitsland toen deze foto is gemaakt, dat ik dat tegen mijn moeder vertelde. En zij zei toen tegen mij van, ja, maar we zijn hier nu net en ik kan de crisisdienst niet bellen en wat moet ik dan doen? Of zij raakte eigenlijk ook wanhopig. Vanwege de gedachte of de overtuiging die ik op dat moment had. En ik begon mezelf op dat moment op mijn hoofd te slaan. En dat was eigenlijk een soort van automatische reactie die ik heb als de spanning en druk zo hoog oploopt. En het enige wat er toen nog uit mijn mond kwam, toen ze vroeg wat ik nodig had, was mijn camera en statief. En mijn statief... die lag nog in de auto en mijn moeder die liep naar beneden om mijn statief uit de auto te pakken. En op dat moment was ik even alleen in die kamer en ik pakte mijn camera. En doordat ik mijn camera kon vasthouden, voelde ik al weer dat er iets van rust kwam. En ze kwam terug, ze zette mijn statief voor me klaar en ik zette daar mijn camera op. En ik wilde zelf portretten gaan maken. Maar ik was heel erg gewend om dit alleen te doen en ik had eigenlijk nog nooit eerder... een zelfportret gemaakt of überhaupt foto's
als ik me echt in die emotionele golf bevond, als iemand anders in die ruimte aanwezig was. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van ja, ik wil mijn moeder ook maar in dit proces betrekken. En toen vroeg ik of ze naast me kwam zitten. En dat deed ze op dat moment. En juist doordat ik mijn afstandsbediening in mijn hand had en mijn camera voor me, was het alsof ik ja, eindelijk weer kon praten of ja, tot rust kwam en ook weer een gesprek aan kon gaan. En de angsten die ik ervoor, die werden daardoor minder. En zo ben ik ook mijn foto's mee gaan nemen naar therapie. Om de worsteling met mijn eetstoornis voor mijn therapeut eigenlijk beter te kunnen verwoorden. Want ik had wel in de sessies dat ik dan kon vertellen over hoe mijn week was geweest. Maar elke keer was het alsof er iets miste. Ik kon er wel over vertellen, maar het gevoel dat ik had of waarover ik sprak, dat stemde niet overeen met mijn gezichtsuitdrukking. Dus zij had zoiets van, of dat sprak ze ook een keer letterlijk uit, van ja, ik heb het idee dat je het helemaal niet zo moeilijk vindt of dat je worsteling ja, niet zo echt is. En dat kan natuurlijk ook gezegd worden om juist dat stukje te triggeren waardoor je weer gemotiveerd wordt om stappen te zetten. Maar ik had niet het idee dat dat het was. En ik miste echt dat stuk van mijn belevingswereld of hoe ik dingen ervoer om dat over te kunnen brengen. Daar had ik echt mijn camera voor nodig. En ja, zo heb ik eigenlijk ook fotografie ingezet ja, om met therapie verder te komen en mezelf echt, ja, het was voor mij echt een communicatiemiddel dat ik nodig had. En mijn therapeut, ik zie haar nu niet meer, maar die zei ook tegen mij van ja, ik ben blij dat je die vondst, juist van fotografie, dat je dat middel ook inzet tijdens een behandeling om daar weer verder in te komen. En toen ik een poos aan de testosteron zat, sinds december vorig jaar, na een aantal maanden, begon ik me wat rustiger te voelen. En het is voor mij wel echt een soort van antidepressivum geweest. Naast dat ik mijn camera echt nodig heb gehad om te kunnen communiceren en mijn gevoelens te kunnen verwoorden, was ja, ook de testosteron voor mij, ja, dat was voor mij echt een antidepressivum. En ik twijfelde, want ik had Paul Post, die ik had gefotografeerd, wel verteld ook over mijn project en hem ook wel wat beeld laten zien. Maar vlak voordat hij kwam te overlijden, zei hij tegen mij van ik vind het jammer dat je al die beelden die je eerst online had ook weer van Facebook hebt afgehaald en dat niemand dat meer kan zien. Want juist dat stukje kwetsbaarheid wat ik zo mooi vond en waarvan ik vind dat meer mensen dat mogen zien, dat probeer je nu weg te poetsen. En je probeert jezelf weg te poetsen. En hij kwam toen te overlijden. En die week daarna dacht ik ook van ja, ik wil het eigenlijk ook wel laten zien. En als het mijzelf helpt en ik kan er anderen mee helpen, dan vind ik dat zoiets waardevols dat fotografie ja, mensen als het ware verbindt. Want ik denk echt dat fotografie dat kan doen. Dan wil ik daar iets mee doen. Dus ik begon mijn werk weer online te delen. En er waren mensen die, ja, of iemand die schreef deze quote onder een foto. To share your weakness is to make yourself vulnerable. To make yourself vulnerable is to show your strength. En ik denk ook echt dat daar ja, een kern van waarheid in zit. Ik vind juist het je kwetsbaarheid tonen of jezelf laten zien zoals je werkelijk bent. En een stukje openheid geven daarin dat heel erg waardevol is en juist ook moed laat zien. En zo deelde ik ook deze foto online. Het is een beeld waarvan ik nog steeds niet weet hoe ik dat gevoel zou kunnen omschrijven. Uiteindelijk heb ik het de titel Hiding the Unwanted genoemd, omdat het voor mij echt uitdrukt de borsten die ik op dat moment nog op mijn lichaam had. Dat ik voelde me daar zo onveilig bij of onveilig in mijn eigen lichaam ook, bij mezelf. En ik heb ook letterlijk geschreeuwd toen ik die foto maakte en er was niemand in die kamer verder aanwezig, maar ik moest het uiten en ik durfde dit verder, ik kon dat niet in woorden omschrijven, maar dit nam ik ook weer mee naar therapie, waardoor mijn therapeut zoiets had van, ja, ze begon mijn worsteling beter te begrijpen, want dat was het ook. En ik zat dan in therapie, of nog steeds wel, voor mijn eetstoornis. Maar er werd heel vaak gezegd van, ja, je durft niet aan te komen in gewicht
omdat je dan meer vrouwelijke vormen krijgt. En dat hangt samen met volwassen worden en verantwoordelijkheid durven nemen. En dat vind je lastig. En ik dacht van, maar dat is het niet. En er waren wel andere mensen ook in behandeling die dat wel zo ervoeren. Maar ik dacht van, ja, maar dat is het niet. En ik heb me altijd ongemakkelijk gevoeld in mijn lichaam. Maar het was niet heel duidelijk voor mij nog dat ik me echt man voelde. Ik had zoiets van, ja, ik voel me geen vrouw, maar ook geen man. Het was een beetje, ja, ik voelde me erg verward en alleen. En juist fotografie heeft mij dichter bij mezelf gebracht. En doordat ik mezelf zo ben gaan fotograferen, zag ik ook steeds meer de persoon die ik echt was. En durfde ik daar ook meer voor te gaan staan en naar te luisteren. Want terwijl ik nadacht over wat ik hier vandaag zou gaan vertellen, omdat het toch wel gaat ook over delen van zakelijke kennis, en dacht ik van ja, ik verdien nog niks met mijn fotografie, maar wat ik wel heel erg bijzonder vind is dat, ja, ik las eigenlijk alle reacties terug onder mijn foto's en er waren mensen die zeiden van ja, ik vind het zo fijn dat jij een stukje laat zien waarin ik mijzelf weer herken. En ze waren blij dat ik, of mensen die dan door hetzelfde gaan of een soortgelijke situatie, dat ik ook de emotionele kant of de kwetsbare kant en de moeilijke delen laat zien, in plaats van alleen focus op de lichamelijke verandering. Want daar ligt vaak de focus op bij dit stuk. En dat mensen tegen mij zeiden van ja, ik heb deze foto's aan familie laten zien of aan vrienden. En daarmee kon ik ook mijn eigen worsteling weer beter delen of bespreekbaar maken. En het heeft me echt geholpen dat ja, jij dit zo deelt, want daardoor kon ik het ook weer delen. En ook iemand die zei van die glimlach die ik zag op jouw gezicht na de operatie, dat motiveert mij gewoon om ook door te gaan. Want dat was ook iemand die worstelde met veel suïcidale gedachten. En die zei van ja, die glimlach die wil ik ook zo voelen. En dat ik ja, eigenlijk door iets heel simpels als het delen van iets dat ik in eerste instantie puur en alleen deed voor mijzelf, omdat fotografie mij echt heeft geholpen. Ja, het is een soort van therapie voor mij. Dat omdat ik dat ook ben gaan delen met anderen, dat ja, mensen daar dan iets aan hebben. Dat, ja, ik weet niet, dat vind ik gewoon heel bijzonder dat dat überhaupt kan. En als je mij vraagt of ik denk dat ik van fotografie ooit echt kan rondkomen, dan weet ik niet of ik dat echt zou kunnen. Maar als je mij vraagt of ik een droom heb en of ik denk dat ik dit project kan groeien en ook ja, andere mensen daarmee zou kunnen helpen, dan denk ik van ja. En ik geloof er wel in dat als je echt je dromen blijft nagaan en die echt volgt, dat je vanzelf de mensen op je pad tegenkomt die jou ook weer verder kunnen helpen. Want zo zei iemand tegen mij die mij erg inspireert van, die vroeg of ik binnenkort, ik kan er nog niet heel veel over zeggen verder, maar ze zei tegen mij van, wij als makers, of jij kan van ons leren als makers, maar wij kunnen van makers ook weer van jou leren. En dat is een win-win situatie. Toen dacht ik, ja, juist door je kwetsbaar op te stellen en dicht bij jezelf te blijven, leer je ook weer nieuwe mensen kennen. Zo is juist omdat ik hier open over ben geweest, ben ik Vincent Belhuizen tegengekomen. En hij is oprichter van het festival What You See Festival. Dat gaat over gender en identiteit. En nu zal mijn werk 22 en 23 november tijdens dat festival geëxposeerd worden in Theater Kikker. En hij zei ook van ja, ze vinden het eigenlijk zo tof dat ze het de hele maand eigenlijk wel willen exposeren in Theater Kikker. En toen dacht ik van ja, juist dus door iets te delen dat je misschien in eerste instantie heel erg eng vindt, waarvoor je denkt van moet ik dit wel doen, durf ik dit wel, dat je dan juist er dicht bij jezelf te blijven die mensen wel tegenkomt. En dan wil ik jullie eigenlijk vragen, ja, juist door je kwetsbaarheid te omarmen, probeer dat meer te doen in wat voor soort fotografie, hoe je dat ook inzet, want juist in het kwetsbaarheid, delen van je kwetsbaarheid, het geldt ook kracht. En ja, website, Instagram. Dank je wel.